Kroeks, Heerkens. Ander, bal onder het lichaam doorgaat, à la El Kayati. Dit leidt tot een hoekschop. Tegenstoot, VVV Hunten vraagt, maar loopt wel tussen twee tegenstanders in. Dan komt de bal laag, T neemt aan, daar is hij levensgevaarlijk op deze afstand. T metertje naast. Rienstra, daar gaat Simikas weer. En die krijgt die bal nog wat lekkerder mee na een mislukte ingreep van Hunten. Maar Oenerstal voorkomt grotere problemen. Het publiek wil dat er geschoten wordt, maar dat gaat er niet van komen. Kroeks. Krijgt die bal in ieder geval langs. Opoku, daar is de kopbal. Die is hoog. En ik gebruik met nadruk dat woord, omdat hoge ballen bij Oenerstal over het algemeen kansloos zijn. Tsimikas, schaarbeweging, bal binnengehouden. Loopt door, komt hij dan hier? Nee, want hij wordt van de doellijn gehaald. En hij zit er nog steeds niet in en dan zit hij er uiteindelijk wel in. En Ogbetsje is de man die VVV al van een punt beroofde in het uitduel in Venlo. Door ze alle drie te maken bij de 3-3 eindstand toen. En nu neemt hij de eerste goal van deze avond voor zijn rekening. Geweldige redding van Van Brugge, maar de herkansing van Sol is een niet al te best lot beschoren. Die raakt de paal en is het uiteindelijk ook Betsje met de 1-0 voor Willem II. Daar Jordens Peters, van wie al heel ver terug in dit seizoen werd verondersteld dat hij eigenlijk niet meer aan voetballen toekomt. Zo vervelend is de blessure die hij heeft. 3 Willem II is voorin en ook Betsje, die zich bijna onsterfelijk had kunnen maken met een tweede. Maar dan moet hij de bal wel raken. En dan gaat die bal er alsnog in, omdat hij van richting wordt veranderd. Maar krijgt Rienstra de felicitaties. De aanvoerder van vandaag maakt 2-0 voor Willem II. Doet dat in de derde minuut na rust. En slaat daarmee een gaatje richting VVV. Oenerstal even in de problemen gebracht. Bal kwijtgeraakt onderweg. Kijk, boos naar de scheidsrechter en dan is het 3-0. Jeetje mina, wat een streep. Wat een geweldige goal. Oenerstal die zich nog beklaagt bij de scheidsrechter. Maar dat beter niet had kunnen doen, hoewel ik me afvraag of die sowieso bij deze ongelofelijke uithaal had gekund. Dekker. Achtervolgd uiteindelijk door El Ankouri, maar die liet hem uiteindelijk lopen. En dat is een goede redding van Brandrost. Dat is de eerste serieuze doelpoging. Hij komt van Krooi, van de kant van VVV. Leemans voor VVV. Bal binnengebleven via Kastelen, maar uiteindelijk in het zijnet beland. Hier komt 4-0. Nee, goede ingreep van Oenerstal. Maar de problemen voor VVV zijn verre van over. En het is dat er nu een aantal bij Willem II voor eigen succes gaat. Anders had die vierde er al in gelegen. Oenerstal. Op de inzet van Sol. Eno terug in de Nederlandse midwinterkou. Starten bij Ajax Cape Town. Stapte over naar Ajax in Amsterdam. Kende ook nog even een korte periode bij Fulham. Keerde weer terug naar Ajax en kwam uiteindelijk via Antalyaspor en Standaardluik terecht bij Willem II. Clublied van Willem II en bijna 4-0 ter beloning. Fransol kwam niet tot scoren vanavond. Ook Betsje maakte 1-0. Rienstra via Van Bruggen 2-0. En Kroeks via Dekker 3-0. Het is voor de fans het signaal om bij het eindsignaal het clublied aan te heffen. En Willem II schrijft een hele verdiende als royale, als kostbare overwinning bij op deze speeldag in februari.